Welkom op ons reiskanaal. Wij zijn Tom en Saskia en samen zijn wij Side by Side Worldwide. Vandaag dag 1 van onze roadtrip door het noordoosten van Polen. Het was een rare dag. We vonden botten in oud concentratiekamp Treblinka, hadden een hotel voor ons twee alleen en we verdwaalden en namen de verkeerde afslag en kwamen op een hele creepy weg uit. Benieuwd naar ons avontuur? Blijf dan kijken. Ah, Polska. Polska. Side by side, worldwide vandaag. We zijn in Treblinka. Een oud concentratiekamp. En in welk land is dat? Oh ja, we zijn aangekomen in Polen. Dit is ons eerste stop. Een bezoek aan Treblinka is erg indrukwekkend. Vergeet zeker niet in het museum een kijkje te nemen, want van het concentratiekamp is niet veel meer over en in het museum kan je goed zien hoe alles er vroeger uitzag. Vroeger stonden er natuurlijk hekken rondom het concentratiekamp. Op de plekken waar vroeger de hekken stonden staan nu puntige rotsblokken. Elke steen telt voor een mens, maar daar komen ze wel veel te kort. Ik denk dat het steeds is. Een symbolisch soort, denk ik. En daar gaan we binnenkort opzoeken en lijkt het waarschijnlijk iets helemaal anders. Ja, we hebben geen plattegrondje gekregen of informatie, dus we moeten zelf een beetje verzinnen wat we allemaal zien. Dus we laten het jullie weten. Het was dus een symbolische begraafplaats. Op de stenen staan de namen van de mensen die hier vermoord zijn. Of de namen van de dorpen. Afstanden zijn hier best wel groot. Ik denk dat je al een wandeling van 6, 7 kilometer hebt gedaan als je alles bij elkaar hebt gedaan. Treblinka 1, dat is het strafkamp, daar moesten mensen werken. En Treblinka 2, dat was het executiekamp. Ja. Ben je lang aan het wandelen? Ja, toch wel een kwartier denk ik. Hè? Ja. Voor de soldaten werd wel goed gezorgd. Ze hadden zelfs een eigen zwembad. Kijk. En hier was ook vroeger een dierentuin. Hier moesten ze werken. Ze moesten alles weghakken. We zijn dus aan het wandelen en ik haal echt botten uit de weg. Dat is toch niet normaal? Hier is gewoon een bot. Echt waar. Dit is ons schattige autootje. En dan zeggen ze dat er in België slecht is. Ja, een beetje te vliegtuig geplakt. Wow. Is toch ook niet best. Gelukkig was het niet overal zo. Ja, we hebben echt serieus het hele hotel voor ons. Ja, ons hotel afgesloten. Vanuit. Sascha, wel verder. Ja, ik kan het niet uitstappen. Ik bedoel, het is Jen of zoiets. Ja, die riep niet, Jen.
Jurritje. Hey. Draag een mondkapje, want het is verplicht in Polen. Maar we zijn de enige tolstraat. Echt niet normaal. En de eigenaar van ons restaurant, van ons hotel, heeft een afspraak gemaakt bij een restaurant. Dus nu maar hopen dat we er binnenkomen. Bij Potkathedraal. Nee, Potkathedra. Ja, in Pols. In Nederlands Potkathedraal. Nee, dan niet dadelijk achter de kathedraal. Helemaal leeg, jongens. En ons hotel was helemaal leeg. En de stadje was helemaal leeg. Zo gevaarlijk. Nee, zelfs was aan het eten. We gaan moedersje eten. Het is niet echt boos, maar wel lekker. Maar goed dat ik er geen friet bij heb. En waren de oogjes groter dan de maag? Ik wou er nog friet bij bestellen, maar blij dat dat niet gedaan is. En het lekkere olijfjes, Sas? Ik wil geen olijven. En ik wil ze opeten, want ik vind het al erg om zoveel te laten liggen. Ik heb al een stuk of vijf. Het is een olijf voor de film. Ik kan het niet. Kill it, doe. Eet een olijf voor de film. We namen per ongeluk de verkeerde afslag en zaten toen op een afgelegen zandweggetje. We werden achterna gezeten door honden en het was toch wel een beetje een echte Halloweenweg. Het was echt creepy. We werden net al aangevallen door een hond, die bleef achter de auto aanrijden. Dat was eng, hè? Maar we kwamen gelukkig veilig aan. Aangekomen bij ons privéhotel. Overdag is dat leuk. Maar 's avonds is dat een beetje spannend. Daar zijn we weer bij ons hotel. Daar liggen de werken niet. Misschien werkt het automatisch. Het zijn ook nog zo van die hele enge lange gangen, zoals in The Shining. Bleh. Dat was spooklampen. Nee hoor, jawel. Gelukkig overleefden we de nacht en konden we 's ochtends lekker aan het ontbijt gaan zitten. Er was speciaal voor ons iemand naar het hotel gekomen om een ontbijtje te maken. Wat een service! Ik voel me net een vrouw in een kasteel. Kijk. Ik kan er niet eens bij. En toen was het tijd om verder te gaan met onze roadtrip. Nee, eerst dat zijn we al eens geweest. Eerst gaan we naar Gebarka. Dit was het weer voor deze vlog. Benieuwd naar nog meer van onze avonturen? Check dan ons kanaal. En vergeet je niet te subscriben. Doei!